stukje over basisvaardigheden. In dit geval gaan we het hebben over machten van 10. Een van de grote problemen die de natuurkunde heeft, is dat we werken met hele grote en hele kleine getallen. Bijvoorbeeld, als ik het heb over de massa van het heelal, dan heb ik het over het getal van een 1 met 55 nullen erachter. Zoveel kilogram weegt het heelal. Is een schatting. Een andere is bijvoorbeeld, we hebben een constante van Planck, heet die. Dat zijn eerst 34 nullen en daarna 663. Dus in de natuurkunde heb je enorm grote en enorm kleine getallen. Als iemand opschrijft, krijg ik net één getal op het hele bord. Niet handig. Dus hoe doen we dat? We schrijven die getallen op in de zogenaamde wetenschappelijke notatie. En wat doen we dan? In plaats van een 1 met 55 nullen schrijven we op 10 tot de macht 55. Ik zal even concreet maken. Stel je voor dat ik een getal heb 0,0037. Heel klein getal. Op zich gaat dit nog wel. He, die drie nullen die ervoor staan met die komma, dat lukt nog wel. Maar je snapt allemaal, als het hier 9 wordt of 10, dan wordt het best wel ingewikkeld. Dus vandaar, ik wil er graag vanaf die nullen. Nou, hoe gaan we dat doen? Als ik dit voorstel, kan ik zeggen, dit is hetzelfde als 3,7 gedeeld door 1000. Dat snapt iedereen. Hè? Als 3,7 gedeeld door 1000, krijg je dit getal. Nou, let op. Dit is hetzelfde als 3,7... gedeeld door het op 1000 is gelijk aan 10 keer 10 keer 10. Dat is dus gelijk aan 10 tot de derde. Dus dit is ook gelijk aan 3,7 keer 10 tot de derde. En nou let op. Dit is gelijk aan 3,7. Dit is altijd een stap die vinden sommige mensen moeilijk. Let even goed op. Is gelijk aan dat keer 1 gedeeld door 10 tot de derde. Hoe weet ik dat? Delen door iets. Delen door 10 tot de derde. Is vermenigvuldigen met het omgekeerde van 10 tot de derde. En dat is 1 gedeeld door 10 tot de derde. Ja? Delen door iets is vermenigvuldigen met het omgekeerde. Vandaar dat je zo kunt schrijven. En dat betekent dus gewoon, en nou, laatste stap, en die is niet moeilijk, maar wel verwarrend voor sommige mensen. Dit ding kun je afkorten. Je kunt dat op een andere manier opschrijven. En dat is als volgt. 3,7 keer 10 tot de macht min 3. Dat is gewoon handig. Dan kun je het op één regel kwijt in plaats van dat je twee regels nodig hebt. Dat is de reden waarom we dat vaak gebruiken. 3,7 keer 10 tot de macht min 3. En wat hebben we nou gekregen? We hebben dit getal geschreven als 3,7 keer 10 tot de macht min 3. En dit is een wetenschappelijke notatie. Zo doen we dat. Andersom kan het ook. Stel je voor dat ik 548 moet opschrijven. Dan kan ik zeggen, dit is gelijk aan 5,48 keer 100. Wat is 100? 100 is 10 keer 10. 10 tot de tweede. Dus dit kun je ook schrijven als 5,48 keer 10 tot de tweede. En ook dit heet een wetenschappelijke notatie. Dus wat is een wetenschappelijke notatie? Een wetenschappelijke notatie is een getal waarbij hier één cijfer staat. En daarna een komma en daarna de rest van de cijfers. En de rest is opgevuld met de macht van 10 die erachter staat. Zo schrijven we in de natuurkunde met getallen op. En zo kun je dus ook een getal, een heel groot getal, ik had het over een heel klein getal, sorry, de constante van Planck, die kun je opschrijven als het getal wat daarbij hoort in elk geval. Ik heb het nu niet over de eenheden, hè. Ik hoop dat je dat ziet. Ik heb het nu over getallen, want ik weet niet of dit meters, kilogrammen of wat dan ook zijn. Maar als ik het heb over getallen, schrijf je in dit geval op wetenschappelijke notatie één getal voor de komma, de rest van de getallen achter de komma en aangevuld met een macht van 10. Dat is een wetenschappelijke notatie. Let op, één aanvulling hierop. We weten allemaal, 10 tot de macht min 3, 1000ste, daar hebben we ook nog een letter voor, weet je nog? Die letter is de milli, de m. Dus 2 keer 10 tot de macht min 3 ampère, als ik het over een stroom heb, is gelijk aan 2 milliampère. En als ik het heb over een afstand van 2045 meter, dat is natuurlijk 2,045 keer 10 tot de derde meter, maar ik mag ook zeggen 2,045
kilometer. Kilo is 10 tot de derde. Milli is 10 tot de macht min 3. In tabel 2 van Binas staan al deze dingen, want je hebt er nog veel meer. Hè? Je hebt pico, en je hebt tera, en je hebt giga, en je hebt mega. Al die dingen staan allemaal in Binas. Al die dingen komen overeen met de macht van 10. En dat mag je dus ook gebruiken. Je mag of die macht van 10 zo uitschrijven, of je mag die kilo, milli, pico, micro, wat dan ook, als voorvoegsel gebruiken. Die mag je allebei gebruiken en de overeenkomst staat in Binas. Wat je tenslotte nog moet weten over wetenschappelijke notatie is dit. Dat zijn rekenen daarmee. Als ik bijvoorbeeld heb 10 tot de derde gedeeld door 10 tot de tweede. Dat betekent 1000 gedeeld door 100. 10 keer 10 keer 10, 10 tot 10 keer 10. En dan komt natuurlijk uit 10 tot de eerste. Oftewel gewoon 10 natuurlijk. Hè. 3 min 2 is 1. Nou, kijk of je deze ook snapt. Als ik heb 10 tot de zevende gedeeld door 10 tot de macht min 2. Wat is dat dan? Is 10 tot de macht 7 min min 2. Is dus 10 tot de macht 9. Hè? Die min staat namelijk in de noemer. 7 min min 2 is 10 tot de macht 9. En natuurlijk heb je ook nog dingen als 10 tot de macht 2 keer 10 tot de macht 3. Is gelijk aan 10 tot de macht 5. Hè? 2 plus 3 is 5. Dat is de makkelijke variant ervan. Dit zijn de moeilijkste. En daarom wil ik die ook in elk geval even gezien hebben. Zo ga je rekenen met machten van 10. Wetenschappelijke notatie.